Welkom allemaal bij het geneesmiddel van de week. Het geneesmiddel dat deze week centraal staat is hydrocortison. Hydrocortison behoort tot de corticosteroïden, net zoals bijvoorbeeld het geneesmiddel prednison. Prednison heeft eerder centraal gestaan in het geneesmiddel van de week en daar is jullie al het een en ander verteld over de werking van corticosteroïden. Daarom raad ik jullie aan om dit filmpje nog een keer te bekijken. Tijdens dit filmpje zal ik een aantal punten herhalen, zodat jullie de plaats van hydrocortison goed begrijpen. Corticosteroïden zijn hormonen die in het lichaam worden geproduceerd in de schors, oftewel de cortex, van de bijnier. De twee belangrijkste corticosteroïden waar ik dieper op in zal gaan, zijn cortisol en aldosteron. Cortisol speelt een belangrijke rol bij stresssituaties en hoge inspanningen. Daarnaast heeft cortisol een immunosuppressieve en ontstekingsremmende werking. Aldosteron speelt een belangrijke rol bij de regulering van de vocht- en zouthuishouding. De geneesmiddelen behorend tot de groep corticosteroïden zijn dus eigenlijk analoog aan deze endogene stoffen. Deze geneesmiddelen hebben een ontzettend breed werkingsspectrum, waardoor het belangrijk is de verschillende corticosteroïden afzonderlijk te bespreken. Bij corticosteroïden wordt onderscheid gemaakt tussen de glucocorticoïden en mineralocorticoïde werking. De zogeheten glucocorticoïden zijn analoog aan het endogene cortisol en hebben een breed werkingsspectrum. Ze hebben voornamelijk een ontstekingsremmende en immunosuppressieve werking vanwege de remming van onder andere leukocyten. Mineralocorticoïden zijn analoog aan het endogene aldosteron en hebben voornamelijk invloed op de elektrolytenbalans. Een bekend mineralocorticoïd is fludrocortison. Hydrocortison is een synoniem voor cortisol. Vanzelfsprekend kan het geneesmiddel hydrocortison als directe suppletie van cortisol dienen. Het behoort tot de glucocorticoïden, maar heeft ook duidelijke mineralocorticoïde eigenschappen. Op de markt bestaan ook semi-synthetische derivaten van hydrocortison, zoals bijvoorbeeld het geneesmiddel prednison. Deze geneesmiddelen hebben een 4 tot 5 keer sterkere glucocorticoïde werking, maar wel een zwakkere mineralocorticoïde werking in vergelijking met hydrocortison. Hydrocortison wordt voornamelijk gegeven als substitutietherapie bij een acute, primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Een voorbeeld van een primaire bijnierschorsinsufficiëntie is de ziekte van Addison. De ziekte van Addison is een auto-immuunziekte waarbij de bijnierschors niet genoeg hormonen produceert en er een tekort aan cortisol en aldosteron in het lichaam is. Dit kan zorgen voor vermoeidheid, spierpijn, uitdroging en een lage bloeddruk. Deze patiënten moeten chronisch behandeld worden met 20 tot 40 milligram hydrocortison in combinatie met een mineralocorticoïd. Bij het uitblijven van een behandeling kan er in stressvolle situaties, zoals koorts of bij een infectie, een bijniercrisis, ofwel een Addison-crisis ontstaan. Dit kan levensbedreigend zijn en moet acuut behandeld worden met een hoge dosis intraveneuze hydrocortison en zoutsuppletie. Hydrocortison kan ook bij andere indicaties gegeven worden. Bijvoorbeeld als kortdurende stoottherapie bij ernstige exacerbaties van astma of COPD, of als adjuvant bij allergische reacties. Al is hydrocortison in deze gevallen vaak tweede keus. Bij het doseren van hydrocortison zijn twee dingen belangrijk. In een gezond lichaam wordt cortisol met name 's ochtends aangemaakt, waardoor er 's ochtends een hogere dosering wordt gegeven dan 's middags. Ook is er een verhoogde aanmaak van cortisol tijdens stresssituaties. Bij chronische corticosteroïdgebruikers is het dan ook zeer belangrijk om in deze stressvolle situaties hydrocortison hoger te doseren. Dit gebeurt dan volgens een zogeheten stressschema. Dit schema is noodzakelijk bij bijvoorbeeld koorts, infecties of voorafgaand aan een operatie. Maar het is ook denkbaar in situaties waarbij bijvoorbeeld een naaste is overleden of bij een zware fysieke inspanning. Patiënten met de ziekte van Addison hebben daarom ook vaak een extra noodinjectie hydrocortison bij de hand. Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat corticosteroïden langzaam afgebouwd moeten worden, omdat het even duurt voordat het lichaam deze hormonen weer zelf kan reguleren. Corticosteroïden staan bekend om hun vele bijwerkingen.
Deze worden uitvoerig besproken in het filmpje van prednison. Bij hydrocortison kan met name een verstoring in de vocht- en elektrolythuishouding optreden gezien de mineralocorticoïde eigenschappen. Bij langdurig gebruik moet men oppassen voor osteoporose en daarvoor de juiste maatregelen treffen. Hydrocortison is voor velen van jullie waarschijnlijk ook bekend als zalfje of een crème. Het wordt dan voornamelijk gebruikt als basisbehandeling voor eczeem, waarbij het een ontstekingsremmend en vasoconstrictief effect heeft. Daarbij helpt het ook tegen de jeuk. Hydrocortison behoort tot de klasse 1 corticosteroïden. Bij ernstig eczeem kan worden gekozen voor een klasse 3 preparaat, zoals bijvoorbeeld betametason. Goed, om alle informatie over hydrocortison even kort samen te vatten. Hydrocortison is een glucocorticoïd met een sterkere mineralocorticoïde werking dan bijvoorbeeld prednison. Het wordt voornamelijk ingezet als substitutietherapie bij verschillende type bijnierinsufficiënties, bijvoorbeeld de ziekte van Addison. En in stresssituaties zoals koorts of bij infecties moet hydrocortison volgens een stressschema worden gedoseerd. En tot slot, hydrocortison is ook verkrijgbaar als huidpreparaat, waarbij het voornamelijk wordt gebruikt bij eczeem. Tot zover het geneesmiddel hydrocortison. Tot de volgende keer!